The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. I was born a champion. Busjes. Hier kun je een autootje huren. Daar heb je Mackie. Dat is wel mooi, man. Kijk, Tulpin Hotel. Garage en de mooie zonset daar zo. Daar. Het is een mooie ochtend, man. Fucking mooie ochtend. En ik heb dit gedroomd, vriend. Ik heb dit zo hard gedroomd. Die mensen ook en zo, of tenminste gevisualiseerd, ik weet het niet, maar ik herken dit wel. Je weet toch een soort van déjà vu? Ik ging me daar wel eens een tijdje in specialiseren, weet je, déjà vu. Dus op een gegeven moment wist ik in de middag al, wist ik in de ochtend al wat er in de middag ging gebeuren. Maar dan heb je nog zeg maar twee opties of zoiets, ik weet niet hoe dat ging precies. Maar in ieder geval, dus ik ga even een plekje zoeken waar ik kan zitten. Chillen, man. Ik ga gewoon hier zitten, heel lekker op dat puntje, weet je. Nee, die puntje is droog. En de rest niet. Nou, dan komt hij dan. Dan heb ik nu even gewoon een beetje de tijd om wat te vertellen over... Over manifestatieskills, weet je. Ik had een keer zo'n filmpje gezien van zo'n vrouwtje, of gehoord, ik weet niet meer, audio of zo. En die zei toen van, zij is op een gegeven moment, om dat zeg maar aan te trekken, om te manifesteren, weet je. Ze houdt van reizen, of ze wou heel graag gaan reizen. En of het was een vent, ik weet het niet meer, joh. Maar in ieder geval, volgens mij werd ze dan stewardess of ze was zo'n businessvrouwtje, weet je, die zeg maar veel op reis ging en zo. Dus wat zij deed is, zij pakte gewoon zeg maar haar tas en haar spullen en zo. En dan ging ze gewoon doen alsof ze op vakantie ging. Dan ging ze, ging ze 's ochtends weg. Zo bij de balie daar zo staan, kwam ze in die airport, dus kreeg ze gewoon echt dat gevoel en zo, weet je. En ze ging ze bij de check-in en daar ging ze weer naar huis. Nou, dus je voelt hem al aankomen. Ik doe dat nu ook. En ja, man, ik denk dat ik nu naar huis ga, want dat zit ook in mijn manifestaties, weet je, dat ik gewoon lekker op reis ga. En een reisje naar de Noordpool, dat zou ik ook wel heel erg leuk vinden. Dus dat heb ik vandaag gevisualiseerd. En dat was €43.000. Dus we zijn er wel een beetje. Weet je, ik dacht ook bij mij van, ben ik nou lijp om dit te doen, weet je. Maar toen dacht ik bij mij van, weet je wat, scheid man, scheid ook wat andere mensen over denken en zo, weet je. Ik geloof daarin, ik doe dat en we gaan gewoon kijken of dat uitkomt. Want als dat vrouwtje dat doet, weet je, dan moet dat voor mij toch ook lukken, snap je wat ik bedoel? Dus ja, we gaan gewoon even kijken. Dus ik ben er naartoe gegaan. Ik heb mijn tas gepakt vanochtend. En ik heb even daar naar binnen gelopen, een rondje. Even gekeken, een soort van ingecheckt. En ik laat het weer los, maar dan gaan we weer naar huis. Dan gaan we naar de bushal. Even kijken welke bus ik moet hebben, man. Ik doe gewoon alsof ik net op vakantie ben geweest. Maar het was wel mooi, hè? Ik dacht jullie echt dat ik was gegaan.
daar even kijken. Misschien is dat een pluspunt. Ik heb 10 milli gewonnen, de 30 milli, weet je. Ik pak gelijk een reisje van 43.000 euro, of wat was het? 28? Ja, nee, maar het was 43.000 euro. Een reisje naar de Noord, man. Kijk, Meerhoven, daar moet ik niet naartoe, man. Je moet dus ook uit lekkere hasjes hier zo. Veel, 4 minuten, 4. 12 minuten A, man. Ik moet op A zijn. Dat is hier zo. 11 minuutjes. Er zijn hier veel toeristen die ook naar huis gaan of zo. Dan ga ik ergens een dikke wiet licht, weet je. Eentje zag dat er kankerstoont daar. Maar ja, hier ook die chickies. Hier zitten gewoon hartstikke. Dat ga ik eigenlijk wel lekker, weet je. Ik ga gewoon wachten. Ik ga gewoon dadelijk even naar een appie en dan ga ik ervoor. Deze mensen die zaten net ook bij mij in de bus, man. Een vrouw met de witte voet en een kind. Ja, had ik jullie even. Zoemak college. Ook een teken, man. Dat was mijn ma aan de overkant. Misschien moet ik ook aan. Om die studie te doen, weet je. Ja. En dan voel je me aankomen. Doe ik nou ook. Dus ik ga gewoon denk ik elke week ga ik een leuk reisje plannen, ga ik dit gewoon ook dadelijk allemaal echt uitkomen, want ik ben wel zo iemand die zeg maar wel veel wil reizen, man. Ook gewoon lekker met eentje en gewoon naar plekken, weet je, net als vandaag naar de Noord, naar de Noord met zo'n fucking ijsbreker en ijsbeertjes en zo, een helikopterfleur met champagne, holy shit. Ik ga het gewoon doen, man. Dus we zijn dit jaar wordt gewoon heel erg aan mijn manifestatie skills gewerkt. En we gaan het allemaal waarmaken, man. 2024, dat wordt het jaar, man. En ik ga het allemaal vastleggen, weet je, dus dan kun je daar terugkijken hoe dat allemaal is gegaan. Dus ja, ik heb er wel geloof in, of vertrouwen in, man. Ook al is dat geloof zo klein als een mosterdzaadje, het is geloof, weet je. Hoe is dat, man? Hier heb ik Campy, de chauffeur, die waggie achteruit. Nou, die bus moet ik hebben, dus ik ga er even naartoe, man. Goedemorgen mevrouw. Nou, was een leuke vakantie, joh. Ja, dat is mooi. Ik ben naar de Noordpool geweest. Ik heb het ijsberen gezien. Ja, was geweldig. Man. Ik ga altijd hier zitten, die hoekje helemaal achteraan. Weet je. Dan ga ik ook die pad kijken. Kijk. De chauffeur, die wat hier achteraan. Ja, ben ik aan het lopen, besef ik in één keer dat ik gewoon, en dan komen er die klote sigaretten, of die sigaretjes die ik wil halen, want die appie is dan om 10 uur open. Ik zou eigenlijk weer een bus pakken en naar die Rolls gaan en vanuit daar naar huis lopen. Dus, maar ja, het heeft weer zo moeten zijn, maar aan de andere kant, weet je, besef je toch weer waar die prioriteit ligt, weet je. Dus ja, ik weet niet, man, wat ga ik doen, man. Ik ben nou op de brug. Ga ik terug, weet je. Ga ik terug. Of ga ik die snoepjes halen, man. En dan is het zeg maar, het is nu 11:12. Ja, aan de andere kant. Ik denk toch dat ik deze kant op ga. Dan ga ik eten, weet je. En dan ga ik even op de fiets of zo naar die Rolls, man. Dat voel ik wel, man. Ik denk dat ik dat gewoon doe. Dat, weet je. Ja, of ik ga nou terug, man. Dat kan ook. Snap je? Ja, dus
kloot, man. Om weer helemaal terug te gaan. Ja, helemaal. Het is een klein stukje, weet je, maar... Ja, bewijs van, man. Hoe ga je het anders doen? Kijk hoe laat het is, joh. Het is nou 10:30. Maar laten we zeggen dat je daar om 11:00 bent. 11:00 en dan loop je naar huis. Ben je ook al misschien een 3 kwartier verder. 11:00. Nou, 11:00, kwart voor twaalf. Ja, dat is bijna hetzelfde. Weet je, maar dan heb je dat wel al gehad, snap je? En dan heb je zeg maar de dag nog. En anders, wat zou je anders gaan doen, weet je? Ja, ik ga het gewoon lekker rustig aan doen. Even dat filmpje thuis monteren. En dan ga ik daarna even, man. Zo, lekker die zon in mijn bek, jongen. Heerlijk, man. Het is echt lekker. Moet je ook een beetje? Hier, man. Moet je ook een beetje. Het is echt lekker, joh. Ja, dus ik heb even lekker griesmeelpapi gehaald. Vind ik wel lekker, weet je. Gisteravond zo, nou, wat doe je? Het is met bosvlag of zo. Maar ja, ze hebben dan net weer niet wat ik wil hebben of zo, weet je. Dat is heel raar. Normaal gesproken, die griesmeel zit ook in zo'n plastic pak. Dan kun je er gewoon zo uitzuigen. Maar dit is, ja, hier heb je dan weer een lepel voor nodig. Maar is niet erg. Ik vind het niet erg. Want die mevrouw die voor mij liep, die alleen maar zo'n hippie, man. Ze had zo'n zwarte broek aan, een beetje rijde pijpen. En dan van die oranje bloemetjes erop. Dus ik zeg zo... Nou, een mooie broek heb jij, man. Daar word ik wel vrolijk van, weet je. Nou, liep ze zo weg. Dus ik zeg zo, weet je wat ik zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn. Een bloemetjes. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn. Een bloemetjesgordijn. Van het plafond tot op het raamkozijn. Helemaal stuk in mezelf, jongen. Dat zijn die dingen, weet je. En dat ik denk van, ja man, ik heb gewoon lol met mezelf. Ook als ik die films terug zit te kijken, weet je. Met die vrouw, dat ik de bus instap. En net op vakantie geweest. Ze zegt, ja joh, dit en dat. Ja, dan ga ik gewoon helemaal stuk, weet je. Dat is gewoon echt leuk, man. Ik heb gewoon lol met mezelf, joh. En dat is belangrijk, weet je. Dat je gewoon... Dat kan dan gisteren ook. Dus ik zit naar die filmpjes te kijken, toch? Dus dan hou ik gewoon van mezelf, man. Dan zie ik, ik weet niet, joh. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, weet je. Gewoon, ik ben niet verliefd op mezelf, weet je. Maar ik begrijp wat ik bedoel, toch? En dan kan je echt zien van, ja, man. Ik ben weer een beetje mezelf. Daar ben ik lang niet geweest, man. Maar het zijn mooie dingen, weet je. Het zijn hele mooie dingen, man. Ja, ik ben nou thuis, weet je. Maar ik wil gewoon nog even laten zien dat ik gewoon echt die spullen, weet je. Want ik zou een setje gewoon echt wat meegenomen. Nou, wat had ik er meegenomen? Een shirtje. Handdoekie, hier een boekje, die straat in je denk. Veesokken. Scheerapparaat. En zelfs tandpasta. En de bijbehorende tandpasta. Ja, zo noemen we dat. En nou even een lekker griesmeelpap.